Welkom bij dit korte filmpje over het verifiëren van validiteit voor onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek. In het vorige filmpje over validiteit en betrouwbaarheid heb ik uitgelegd wat validiteit en betrouwbaarheid zijn. En in dit filmpje ga ik wat concreter in op hoe je die vervolgens verifieert. Zoals ik heb uitgelegd is het in het model van Bosboom et al belangrijk om te kijken naar het responsmodel. Dus je moet begrijpen wat je construct precies is en hoe je meetinstrument werkt. Oftewel, wat er gebeurt terwijl iemand je stimuli ziet. Dat zijn bij vragenlijsten de vragen en de labels bij de antwoordopties. Die worden dan vervolgens verwerkt. En in dat proces tussen die verwerking, dat uiteindelijk leidt tot een gedrag, het kiezen van een optie, gebeurt iets waar het construct, je doelconstruct, een cruciale rol speelt. Dat moet je begrijpen en je moet verifiëren of dat ook echt gebeurt. Dat is hoe je kunt kijken of je meetinstrument werkt zoals het hoort. Dat kan op twee manieren heel direct. De eerste zijn cognitieve interviews. Die zijn meer in detail besproken in de cursus kwalitatief onderzoek. Daarbij ga je met mensen zitten en je vraagt ze eigenlijk gewoon om het meetinstrument uit te voeren. Je past het meetinstrument eigenlijk op ze toe, om het wat oneerbiediger uit te drukken. Vervolgens vraag je of ze hardop kunnen denken. En daar moet je ze dan vaak nog een paar keer aan herinneren, want dat is niet super natuurlijk voor de meeste mensen. En je gebruikt een techniek die probing heet. Wat betekent dat je van tevoren een aantal vragen bedenkt die relevant zijn om het responsproces bij die deelnemer bij de vraag in het meetinstrument in kaart te brengen. En die vragen stel je dan. Bijvoorbeeld, waarom geeft u dat antwoord in plaats van dat antwoord? Wat betekent angstig precies voor u? Waar dacht u aan toen u dat woord zag? Dat soort dingen. Op die manier kun je het responsproces van de deelnemers goed in kaart brengen. En dat kun je dan vergelijken met het responsmodel, wat bij het meetinstrument hoort als het goed werkt. Een andere methode is responsprocesevaluatie. Die is nieuwer en is eigenlijk een manier om cognitieve interviews breder toe te passen. Het is een heel sterk iteratieve methode, waarbij je korte rondes hebt met ongeveer 5 deelnemers per ronde. Maar waarbij je die mensen niet interviewt, maar een online survey geeft. Dus je maakt eigenlijk de online vragenlijst zoals je dat zou doen als je het meetinstrument echt af zou nemen. Alleen per vraag stel je gelijk daaronder een aantal zogenaamde metavragen. Die ook weer bedoeld zijn, net zoals de prompt bij de cognitieve interviews, om in kaart te brengen wat mensen precies denken en hoe ze die vraag interpreteren. En vaak antwoorden deelnemers dan door hun antwoorden in te typen. Dus je benadert wel een beetje de cognitieve interviews, omdat je ook kwalitatieve open data verzamelt. Die kun je vervolgens gaan scoren met een aantal mensen. En op die manier kun je gaan kijken of alle items goed worden begrepen en of de responsprocessen lijken op de responsmodellen. En het voordeel van die responsprocesevaluatie, omdat het online kan en je snel kunt itereren, als je dat goed plant, kun je dus in een paar weken of maanden heel veel revisies door en kun je je meetinstrument goed valide maken. Je hebt natuurlijk niet altijd beschikking tot zo'n fase, op zo'n fase, en soms heb je alleen maar kwantitatieve data. En in dat geval kun je natuurlijk niet echt rechtstreeks naar de responsprocessen kijken. Maar je kunt wel een indruk krijgen van die responsprocessen door te kijken naar de verdelingen van de items en van het meetinstrument, dus geaggregeerde scores, en door de verbanden te vergelijken met bepaalde richtlijnen. Die richtlijnen die komen, als het goed is, uit het validatieonderzoek. Dus validatieonderzoek wordt gedaan als een meetinstrument wordt ontwikkeld. En daarna is het idee dat je er vertrouwen in hebt dat dat meetinstrument, als het goed is, voor de populatie waar het is ontwikkeld en in het moment dat het is ontwikkeld en in de context dat het is ontwikkeld, werkt zoals het moet werken. Dat het dus het doelconstruct meet en niet allerlei andere constructen. Dat betekent dat die ontwikkelaars, die op dat moment natuurlijk in de wereld degene zijn die het meeste weten over dat doelconstruct en over dat meetinstrument, die hebben dus ook dan de verantwoordelijkheid om richtlijnen te geven voor hoe je dat kunt gebruiken. Net zoals dat als je een weegschaal koopt of als je een thermometer koopt, dat daar duidelijk wordt uitgelegd onder welke omstandigheden je die kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld deze thermometer. Die gaat tot... Oh, die gaat maar tot 0 graden, dus het moet niet te koud worden hier. En die gaat op een gegeven moment ook gewoon kapot. En dat geldt natuurlijk voor alle meetinstrumenten die mensen ooit hebben ontwikkeld. We hebben geen meetinstrument wat in alle omstandigheden zijn werk goed kan doen. En de psychologie is, en onderwijswetenschappen en managementwetenschappen, alle wetenschappen waarbij mensen worden onderzocht, die zijn geen uitzondering. Mensen zijn niet opeens zoveel eenvoudiger dan het meten van temperatuur, dat onze meetinstrumenten wel magically overal werken. Dat betekent dat die dus ook een aantal beperkingen, een aantal kaders hebben waarbinnen ze werken, en die moeten worden aangegeven door de ontwikkelaars van het meetinstrument, net zoals dat we dat doen bij weegschaal, thermometers, dat soort dingen.
Dus idealiter, die ontwikkelaars van het meetinstrument, die snappen dat. Die hebben, als het goed is, dat meetinstrument in een aantal steekproeven afgenomen. Die hebben duidelijk zicht op hoe variabel dingen zijn, op hoe stabiel de factorladingen zijn in die steekproeven, hoe stabiel de interne consistentieschattingen zijn. Die hebben een zicht op hoe hoog de interne consistentie ongeveer zou moeten zijn. Of die 0,5 is en dat hogere interne consistenties een teken zijn van een niet valide toepassing van het meetinstrument. Of dat die 0,8 moet zijn en dat lagere interne consistenties een teken zijn van het niet valide toepassen van het meetinstrument. Dat inzicht is, als het goed is, allemaal aanwezig bij de mensen die het meetinstrument ontwikkelen. Je moet namelijk iets heel goed snappen, wil je er een meetinstrument voor kunnen maken. Dus dat betekent dat zij in principe richtlijnen uit zouden moeten vaardigen. En die richtlijnen kunnen dus bijvoorbeeld zeggen, de interne consistentie moet minstens 0,80 zijn, en als die lager is, dan wordt het meetinstrument niet valide toegepast. Of, als die lager is dan 0,80, dan wordt het een beetje twijfelachtig. Als die lager is dan 0,7, dan kun je de data gewoon niet gebruiken. De richtlijnen kunnen ook wat meer op de nieuwe statistics gebaseerd zijn. Dat je dus werkt met betrouwbaarheidsintervallen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, om de interne consistentie te schatten, moet je een steekproef gebruiken van minimaal 200 deelnemers. En een 95% betrouwbaarheidsinterval moet dan minimaal de waarde 0,6 of 0,9 of whatever bevatten. Dus die richtlijnen kunnen allerlei vormen hebben. Daarin kunnen ze ook aangeven welke items dubbel zijn, dus bijvoorbeeld dezelfde aspecten van het construct meten, welke items heel belangrijk zijn, en tussen welke items je hoge of lagere correlaties zou verwachten, en tussen welke items de correlatie misschien helemaal niet uitmaakt. Dus idealiter heb je zo'n pakketje richtlijnen bij een meetinstrument en kun je gewoon gaan kijken, kan ik dat gaan gebruiken in mijn studie? Dus dan doe je van tevoren een pilot, dan kijk je of dat kan, en als jouw meetinstrument valide toegepast kan worden in jouw steekproef, op jouw moment, in jouw cultuur, etc., dan kun je verder. Die zijn er niet altijd. Dus als je geen richtlijnen hebt, dan ga je zelf op zoek. Dus dan ga je op zoek naar empirische data. Heel vaak worden er al data gegeven in de validatiestudie. Zelfs als mensen niet zo ver gaan dat ze richtlijnen geven, dan zeggen ze meestal in elk geval wel, hoop ik, wat ze zelf hebben gevonden. Dus daar kun je het al een beetje mee vergelijken. Het probleem daarbij is natuurlijk dat als zij een factoranalyse rapporteren, dat elk van die factorladingen natuurlijk willekeurig is in een bepaalde mate. Want die komen uit de steekproef, die zijn dus onderhevig aan kans. Dus van steekproef tot steekproef is elke factorlading anders. En elke eigenwaarde is anders. En elke interne consistentie is anders. Elke correlatie, alles is elke keer anders. Dus die puntschattingen zijn niet super nuttig. Dus je hebt, als zij geen betrouwbaarheidsintervallen rapporteren, heb je vaak al wel meerdere studies nodig om een indruk te krijgen van hoe stabiel die factorladingen dan eigenlijk zijn. Wat je dus doet, is dat je op zoek gaat naar studies die datzelfde meetinstrument hebben toegepast. Het liefst zoveel mogelijk dicht bij jouw steekproef. In termen van tijd, cultuur, context, taal, etc. En dan vervolgens vergelijk je al die informatie en dan onderbouw je je besluit. De subjectiviteit zit hier dus bij jou. Die ligt niet bij de ontwikkelaars van het meetinstrument. Als zij richtlijnen uitvaardigen, dan nemen zij allerlei subjectieve besluiten. En daarna zijn de richtlijnen en die kun je dan toepassen. En als die richtlijnen hard zijn, als ze niet zeggen, als de interne consistentie onder de 0,7 is, maar boven de 0,6, dan moet je maar even kijken. Dan leggen ze de subjectiviteit ook weer terug bij de onderzoekers die het meetinstrument willen toepassen. Maar als ze harde richtlijnen geven, bijvoorbeeld, een interne consistentie tussen de 0,8 en de 0,85 is prima. Als de interne consistentie hoger is dan 0,85 of lager dan 0,8, dan kan het meetinstrument niet valide worden toegepast. Dan hebben zij gedeeld met alle subjectieve inschattingen die gemaakt moesten worden en hoef jij alleen nog maar die regeltjes toe te passen. In deze situatie, als er geen richtlijnen zijn, dan moet je dus zelf besluiten. Dus dan moet je zelf nadenken over wat je vindt en op basis daarvan een besluit nemen en dat onderbouwen. Als een meetinstrument niet valide is en je hebt een pilot gedaan, dan is dat dus niet zo erg. Want die pilot deed je tenslotte om te kijken of je de hoofdstudie kunt gaan doen. Dus dat betekent dat je dan weet dat je die hoofdstudie niet kunt doen met dat meetinstrument, dus dan zoek je een ander meetinstrument. Tijdens pilots kun je dus ook meerdere meetinstrumenten voor hetzelfde construct meenemen, zodat je kunt selecteren welke het beste werkt in jouw doelpopulatie. Het kan ook zijn dat je een ander meetinstrument moet ontwikkelen. Hoe dan ook, als het tijdens een pilot is, dan is het niet zo'n ramp. Als het daarna is, als je de data al verzamelt, dan heb je natuurlijk een probleem. Want dat betekent dus dat je in het allerbeste geval niet zeker weet of jouw data wel over je doelconstruct gaan. En in het slechtste geval weet je redelijk zeker dat je data niet over je doelconstruct gaan. Dus je kunt besluiten dat de datareeks niet correspondeert met het construct waar je eigenlijk iets over wil zeggen. Dat betekent dat je dus geen informatie over dat construct hebt en er dus geen conclusies over zult kunnen trekken. De
principes uit de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Dus zorgvuldigheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Die kunnen hiertoe nopen. Het is immers niet zorgvuldig om een beetje te sjoemelen en te zeggen van, oh ja, dat kan best. Als ik niet te streng ben, dan vind ik dat dat best oké is. Dat schendt de principes voor de wetenschappelijke integriteit. Dus het kan zijn dat je gedwongen wordt, als wetenschappelijk integere wetenschapper, om te besluiten dat die data niet bruikbaar zijn. Het kan ook zijn dat je besluit dat de data wel bruikbaar zijn. En dan kun je dat beargumenteren. Dan leg je uit waarom, ondanks je constateringen op basis van bijvoorbeeld verdelingsvormen of correlaties, toch je meetinstrument gebruikt kan worden. Het is belangrijk om je te realiseren dat er, behalve in uitzonderlijke situaties, niemand weet wat het goede of het foute antwoord is. Dus dat betekent dat hier ook nooit, je kunt afgerekend worden op de redenering, maar je kunt nooit afgerekend worden op de conclusie. Het is heel moeilijk om te zeggen, als er geen richtlijnen zijn uitgevaardigd door de ontwikkelaars van een meetinstrument, dan kan niemand anders zeggen, ik weet zeker dat de correlatie tussen die twee items cruciaal is als indicatie van validiteit. Daar is dan meer onderzoek voor nodig, wat of niet is gedaan door de ontwikkelaars, of wat ze niet hebben gerapporteerd. Of wat daarna gedaan is, dan wordt het lastiger, dan heb jij het misschien gemist, maar dat terzijde. In principe geldt voor dit soort dingen, omdat er geen gouden standaard is, omdat niemand weet wat het construct, wat voor waarde het construct echt moet hebben, en dus je nooit echt evidentie hebt over of je datareeks correspondeert met de ware datareeks van het construct, zijn op zich de besluiten heel moeilijk als goed of fout te kenschetsen. Maar de onderbouwingen natuurlijk wel. Dus daar gaat het om. Een andere optie is dat je items weglaat. Dus stel dat je een interne consistentie hebt en statistische software die produceert vaak een interne consistentiemaat niet alleen voor de set items die je hebt geselecteerd, maar ook voor de set items met weglating van steeds één van die items. Dat is natuurlijk superhandig als je een meetinstrument ontwikkelt. En je wil dat je bijvoorbeeld weinig items nodig hebt en toch een hoge interne consistentie hebt. Het kan soms nuttig zijn om maar 3 items te hoeven gebruiken om iets goed te meten. Dan is dat heel erg handig. Bij de ontwikkeling kun je dat zelfs natuurlijk ook gebruiken. Dus je kunt zeggen, ik weet dat om valide te zijn, dit meetinstrument minimaal een interne consistentie van 0.8 moet hebben. Nu is die 0.75. Maar als ik item 8 weghaal, toevallig ook weer item 8. Als ik item 8 weghaal, dan is de interne consistentie 0.82. Dus dan, voor zover ik weet, is het meetinstrument wel valide. Dat kan, maar dan moet je dus goed nadenken over of dat item niet een aspect van het doelconstruct meet, wat niet ook al wordt gemeten door een ander item. Als dat item in zijn eentje een bepaald stukje van het doelconstruct meet, en je haalt het eruit, dan is het meetinstrument niet valide meer. Dus als je hiernaar kijkt, stel dat dit de 6 stukjes psychologie zijn die je meet. Als je elk stukje maar met 1 item zou meten, en je zou deze 2 items weghalen, omdat daardoor de interne consistentie hoger is, en het is logisch dat die hoger zijn, want als je dit netwerkje hier een beetje vertaalt naar correlaties, deze 2 itempjes liggen helemaal perifeer, die liggen aan de rand. Dus die correleren wat minder met de andere items dan de items aan de linkerkant. Dus dat betekent dat die 2 items weghalen waarschijnlijk zal betekenen dat de interne consistentie hoger wordt. Maar als elk van die 6 aspecten maar door 1 item wordt gemeten, betekent dat ook dat je hiermee dus de validiteit juist vernietigt. Want je meet nog maar 2/3 van de psychologie die binnen de definitie van het doelconstruct valt. Dus je moet heel erg oppassen met het zomaar verwijderen van items. Dan moet je goed kijken naar wat is de inhoud van het item en heb ik de indruk dat dit voldoende overlapt met de inhoud van andere items, dat ik dit zomaar kan weglaten. Je redenering is dan een beetje, dit item meet hetzelfde als veel andere items, maar het scoort om een of andere reden heel erg vreemd, anders dan in andere studies. Dus het ligt voor de hand, ik neem aan dat er iets in die termen, in die zinsbouw, in die woorden in dat item, om een of andere reden verkeerd is geïnterpreteerd door de deelnemers in mijn doelgroep. En daarom is de validiteit van dat item lager, maar de validiteit van de andere items in orde. En als ik dat item weglaat, is de validiteit van het meetinstrument acceptabel. Dus, samenvattend. Als je de validiteit van een meetinstrument wil verifiëren, dan kun je kijken naar de verdelingen van de items, dus naar histogrammen of boxplots. Je kunt kijken naar de beschrijvingsmaten, dus centrummaten, zoals gemiddelde, mediaan of modus, of spreidingsmaten, zoals standaarddeviatie of interkwartielafstand. Je kunt kijken naar de verbanden tussen de items. Bijvoorbeeld, is de interne consistentie zoals je zou verwachten?
zijn de correlaties tussen de items, zoals je zou verwachten. Is de factoranalyse, de factorladingen en eventueel de proporties verklaarde variantie, zijn die allemaal zoals je zou verwachten. En dat zoals je zou verwachten is dan dus ofwel gebaseerd op richtlijnen die, als het goed is, worden meegeleverd met het meetinstrument. Of als dat niet is gedaan, empirische evidentie. Dus dan kijk je naar andere studies die hetzelfde meetinstrument hebben toegepast en die hebben geconcludeerd dat het valide is. En dan kijk je of jouw resultaten binnen die bandbreedte vallen. Het belangrijkste hierin is dus de onderbouwing van de beslissingen. Want, nogmaals, er is geen soort van gouden standaard datareeks met de echte waardes van je construct. Dus de echte correlatie tussen jouw datareeks die jij wil gebruiken om iets te zeggen over het doelconstruct en wat de echte waarden van het doelconstruct zijn, is toch onbekend voor iedereen. Dus dat betekent dat je nooit kunt zeggen, ik beslis terecht dat een meetinstrument valide is, of ik beslis onterecht dat een meetinstrument valide is. Maar je redenering kan wel logisch meer of minder coherent zijn. En die kan wel meer of minder coherent zijn. Dus het gaat vooral om dat je die onderbouwing baseert op een begrip van het construct en het begrip van hoe validiteit en betrouwbaarheid werken, zoals dat is uitgelegd in de cursus. Dankjewel voor jullie aandacht.